Ja, bijna, hè. we zijn ermee bezig. Een uh, beetje tevreden zitten we in een afrondende fase en dat hopen we snel rond te krijgen. En, uh, ja, bij onze volgende spits uh, dat zit nog wel ietsje verder, maar we hopen in de toekomst ook te verwelkomen. Ja, dat is uh, Sadit, een, uh, een speler waarbij het papierwerk nog rond moet komen, begrijp ik. Ja, absoluut, het is niet zo simpel. Het is een Nigeriaanse speler, dus uh, niet u en uh, werkvergunning, etc. Dus, uh, maar goed, we, we zijn ermee bezig. Ja, tevreden kennen we allemaal wel. Uh, kan ik die beschouwen als een soort uh, pinchhitter wellicht? Voor de, de slotfase van, uh, van NAC, de komende 15 wedstrijden. Ja, daar zou je hem wel tekort mee doen natuurlijk. Ik hoop dat hij net iets meer wordt als een pinchhitter. Dat hij uh, Thierry onder druk gaat zetten uh, en dat hij de concurrentiestrijd aangaat met de andere spitsen. Dus uh, hij brengt ons veel meer mogelijkheden. We kunnen meer gaan, meer gaan variëren, we kunnen bij als het nodig is met twee spitsen gaan spelen. Dus uh, ja, het brengt ons uh, als, als coaches uh, het brengt ons gewoon veel meer uh, variatie op. Ja. Uh, maar wel al een paar maanden clubloos, dus je moet hem nog even klaarstomen. Wow, zijn testen zijn niet slecht wat dat betreft. Qua snelheid zit dat zelfs onverwachts heel goed. Ja, fysiek is het natuurlijk het is helemaal niet slecht. In tegendeel, natuurlijk ook niet top. En dat heeft te maken met wedstrijdritme, inderdaad. Kan ik je alle vragen stellen waarin het woord keeper in voorkomt? Natuurlijk, ik antwoord altijd op alle vragen. Heeft Nak een keepersprobleem op dit moment? Nee, ja, keepersprobleem is, is het een te groot woord, maar, maar dat uh, Mark Berigitte niet in de, de beste fase van zijn carrière zit, uh, daar moeten we ook niet voor weglopen. Uh, ja, uh, we kunnen twee dingen doen, hè. we kunnen hem nu uh, helemaal afmaken uh, en dan hebben wij een gigantisch probleem. Of we kunnen achter hem gaan staan en hem steunen. Uh. Ik als coach uh, kies in ieder geval uh, uh, voor het tweede en, uh, en ik hoop dat uh, onze supporters, uh, die, die altijd achter ons uh, staan, uh, hem ook kan steunen vanaf de eerste minuut, uh, want dat in een moeilijke Zitten. Nogmaals, moeten we zeker niet ontkennen. Hij heeft nu alle steun nodig. En, uh, ik hoop dat iedereen hem achter hem gaat staan uh, morgen dat hij een uh, fantastische prestatie uh, aflevert. Want dat gevaar zit er een beetje in, hè? een soort uh, cynisme: balletje loslaten en het publiek begint weer. Nou goed, we hebben wat dat betreft natuurlijk een leuk publiek. Hè. Die, die, kunnen, uh, de, die kunnen wel iets uh, teweeg brengen. Maar nogmaals, uh, ik denk dat het NAC uh, publiek bekend staat voor in de moeilijke uh, momenten ons het veld te steunen. Dus ik denk dat dat uh, uh, een moeilijk moment absoluut bij onze keeper aanwezig is. Dus uh, ik uh, hoop dat zij hem uh, gaan steunen en dat hij gewoon een, een goede prestatie levert. Is het een optie geweest om in plaats van uh, twee aanvallers, één aanvaller en bijvoorbeeld nog een keeper te halen? Nou goed, wij bekijken alle opties, maar onze opties zijn ook vrij makkelijk. Wat betreft als je bekijkt welke financiële mogelijkheden we hebben en welke sportieve spelers er voorbij komen. Dus ja goed, wij hebben gekozen om het bij onze keepers te doen die wij nu hebben. Piet Veldhuizen is geen optie? Nou goed, dat is geen optie. Nogmaals in het verhaal wat ik vertel. Sportief, financieel. Want het klinkt allemaal leuk. Belletje naar de trainer en, en er moet een handtekening gezet Maatjes onder elkaar? Nee, helemaal niet maatjes. Want hij was toen nog. Ja, toen hij bij mij speelde. Want ik mag zeggen dat hij bij mij speelde. Hij was toen een 17e keeper volgens mij. En 14 jaar. Dus ja, goed. Wat dat betreft. En er zijn heel veel spelers hè, die naar mij bellen. Die naar de technisch directeur bellen. Hè. Dat, dat lijkt me. Logisch, maar dat, dat is niet de manier van werken: dat je even een belletje doet en dat je morgen contract tekent. Ja, en dan uh, NAC VVV. Zijn we het met elkaar eens dat uh, verliezen of gelijkspelen geen optie is? Nou goed, ik heb tegen mijn spelers gezegd uh, dat wij willen uit de problemen geraken, zijn dit de wedstrijden die je, die je moet winnen. Maar, er is ook wel een maar. Niemand mag vergeten dat VVV nog maar één keer uit verloren heeft. Dus dat is ongelooflijk. We hebben al veertien punten gepakt in uitwedstrijden. Dat is bijna het gemiddelde van een, van een, van een topteam. Dus uh, dat het een makkelijk avondje gaat worden, ja, daar geloof ik helemaal niet in. Dus. Uh, zij maken ook uh, volgens mij al uh, uh, ik weet het niet, acht doelpunten en de, de laatste 15 minuten. Zegt ook wel iets over hun. Ja, uh, en het is een ploeg die al drie jaar samenspeelt, uh, die absoluut speelt naar hun kwaliteiten. Dus uh, het zal een zware dobber worden. Maar uh, om nogmaals op die vragen te, te antwoorden, uh, wij moeten deze wedstrijd winnen. Ja. Tot slot, uh, wat zal jouw inbreng zijn morgen tussen kwart van negen en half elf? Uh, die is bijna uh, zo groot als al mijn andere wedstrijden. Dus uh, het enige is dat ik niet op de bank zit.